Eens even koekeloeren of deze game wat voor ons is. Mario versus Donkey Kong. Terwijl Donkey Kong lekker naar het nieuws aan het kijken is. Met een Shy Guy. En Mini Mario ziet. En bananen. En vraagt of jij je duimpje of was omhoog wil doen. En wil abonneren als je van Nintendo houdt. Want dan moet je op dit kanaal zijn. Anyway, Donkey Kong, wat zie je? De Mini Mario Toy. Oh, hij is verliefd op de Mini Mario Toy. Op de Mini Mario speelgoed. Hij laat zijn afstandsbediening vallen. En rent de deur uit. Rent de stad in. En gaat op zoek naar de Mini Mario's. Ja, de speelgoedwinkel. Die is daar. Die is daar. Oh, oké. Okay. In ieder geval de Mini Mario's die zijn uitverkocht. Daar is de Mario speelgoedwinkel. Of nou ja, dat is niet een winkel. Dat is de fabriek. Ja. Dit is de Mario speelgoedfabriek. Mario speelgoedfabriek. Oh, kijk die toast. Dat ziet er wel echt heel schattig uit allemaal. Oh, er wordt op de deur geklopt. Daar is Konky Donkey. Ja hoor. Oh nee, paniek. In de speelgoedfabriek. Ah, rennen allemaal. Oh, hij gaat ze allemaal pikken. Ja. Hij gaat alle Mario speelgoedjes gaat hij pikken. Oh, daar is Mario zelf. Mario, weet je wat er met jouw speelgoed gebeurt? Er is een aap. Kijk, daar is die. Die pikt al je speelgoed van in. Mario rent erachteraan. Pak die Konky Donkey. Ik weet dat ik het verkeerd zeg. Ik vind het gewoon leuk om zo te zeggen. Hij roept nog even vriendelijk gewoon of hij terug wil komen. Wat ben je aardig, Mario. Ik denk dat we hier wereld 1 gaan spelen. Hoppakee, door het sleutelgat. Oh, kijk, hij verliest gelijk wat. Ja, daar is hij. Daar is hij. Oké, let's go. Op de blauwe knop. Op de rode knop. Ja, op de springveer. Nee, wacht even. Oh, ik wou nog... Nee, wacht nou. Ik wou nog even dat blok pakken. Dat vraagtekenblok. Dat hoeft niet. Met X. Kunnen we dat gooien? Wacht even. Nee, wacht even. Ik wil eerst even zo. En dan zo. Ja, kijk. Nu hebben we het cadeautje kunnen pakken. Lekker. Die deze kunnen pakken. Op hun bakken gooien. Lekker. Kunnen ook vijanden blijkbaar oppakken. Hoppakee. Hotse flats. Hartstikke idee. Mazzel. En mazzel. Oh, niet mazzel nog. Nu mazzel. Ja, zo. Hoppakee. En daar hebben we het eerste speelgoedje te pakken. Yeah. Oké, tempo. Ja, kijk. We hebben ook alle cadeautjes. Lekker. Perfect. Level 1.1. Nice. Oké, we gaan even wereld 1 uitspelen in deze video. Let's go. We hebben hier de hamer. Hatsifika latsi. Lekker die blokken kapot. Oh, niet slaan. Oké. Ik dacht we gaan die blokken kapot slaan. Maar dat gingen we helemaal niet doen. We gaan sowieso ook even dit cadeautje pakken. Wil ik die olie kapot slaan? Kijk, nu kunnen... Oh, springen er eens even overheen. Kan dat? Ja, cool. Oké, doei. En deze. En hoppakee, naar beneden. Let's go. Oké, kunnen we met deze op de springveer? Ja, cool. En dan kunnen we die zo erop. En dan gaan we... Hatsikidee. Alle vlammetjes uitdoven. Lololololo. Heerlijk dit. Alle olie kapot maken. Lekker. Super. Cadeautjes in de pocket. En Mario gefixt. Laat trouwens even in de comments weten of jij deze game ook hebt gekocht. Hij is gelukkig geen 60 euro. Hij is een stuk goedkoper, dus dat is wel cool. We zijn in wereld 3. Let's go Mario. Hotse flots. Gaan we hier naartoe? Ja. Te denk even een schakelaar zien te vinden. Of misschien gewoon deze schakelaar indrukken. Ja, kijk. Dan kunnen we zo deze cadeautje pakken. Hoppa. Maar deze game is natuurlijk gebaseerd op vroeger. Vroeger had je deze game in een Game & Watch dingetje. Dat was een heel klein Game Boy-achtig dingetje. En dan kon je eigenlijk alleen maar een paar levels Mario versus Donkey Kong spelen. En nu hebben ze dus die hele game opnieuw gemaakt. Dat is wel heel vet. Oké, we gaan hier eens even omhoog zo. Deze gaan we oppakken, zo. Ik wil eigenlijk nog niet de Mario pakken. Ik wil eigenlijk even hier naar beneden om het volgende cadeautje op te pakken. En daar heb ik wel deze voor nodig, denk ik. En die moet ik dan daar bovenop gooien. Zodat ik zo door kan springen. Ja, lekker! Kijk, nu hebben we ook alles te pakken, wou ik zeggen. Maar ik moet wel hierop blijven staan. Kan ik gewoon via hier zo? Nee, dat gaat niet. Oké, let's go! Hè? En weer alles gefixt. Door naar wereld 4. Maar even terugkomend op dat Game & Watch verhaal. Het is natuurlijk geen remake van de Game & Watch game. Want dat kan ook eigenlijk niet. Want dat was maar één leveltje. Dit was de game. Die was origineel gemaakt voor de Game Boy Advance. Wie kent hem niet? Wie heeft de Game Boy Advance gehad? Laat het ook even weten in de comments. Ik heb in ieder geval wel een Game Boy Advance gehad. Maar deze game heb ik nooit gehad op de Game Boy Advance, helaas. Ik denk wel dat hij heel erg vet had geweest. Maar nu kunnen we hem dus spelen hier op de Nintendo. Dus dit is die Game Boy Advance game. Wat ze vlot. Daar gaan we weer doorheen. En het draait dus eigenlijk gewoon volledig om kleine mini-puzzeltjes. Wanneer het scherm scrollt, wordt de game gepauzeerd. Dan kun je in alle rust level bekijken. Oh, op deze manier. Oké, cool. Terwijl oppassen, want hier is dus een bliksemstraal. Of nou ja, het is geen straal.
Ik wil wel even hier zo het uppie pakken, denk ik. Dan ga ik even hierboven langs. Ja. Gaan we even hier naar beneden. Wat zit er trouwens daarin? Er zit wat in de prullenbak. Zien jullie dat? Oké, wacht even. Waar komt het elektrische uit? Dat komt vanaf het begin vandaan. Oké. Was het in de vorige levels ook al zo dat er wat in die prullenbak zat? Oh, daar begint hij te lopen. Oké. Kan ik dan die prullenbak zo kapot maken? Oh my god. Ik moet nog een beetje wennen aan de mechanics. Kom hier, prul. Lekker. Kan je hier via de muur jumpen? Oh, maar hij gaat wel echt aardig hoog, moet ik zeggen. Kijk. Wow, zo hoog. Dan moeten we hier even omhoog. Dan hier zo heel snel springen. En ja hoor, lekker. We gaan als een malle. Oké, lekker. Level 5. Daar gaan we weer. Oké, wat is dit? Je kan hem omhoog gooien. En die tips die zijn wel handig, moet ik zeggen. Kijk, dan kan ik zo die prullenbak meenemen inderdaad. En dan kan ik hier op het randje staan en bam! Doei, shy guy. Zo, ja. Oké. Moet ik deze even overslaan? Oh, nee. Zo. Sleutel pakken. Sleutel laten liggen. En dan moet je nu wel even snel zijn. Kan ik dat halen? Of had ik beter naar de andere kant kunnen gaan? Ik denk het eigenlijk wel. Dat ga ik niet halen. De volgende poging. Kijk, we moeten natuurlijk gewoon hier naartoe. En dan deze oppakken en dan... Wii. Ja, kijk, hoppa. Zo moest dat. Sleutel erin en gaan. Oké, we kunnen ook springen en gooien. Hoppakee, prullenbak op je bakkes, vriend. Arme shy guys allemaal. Die hebben maar zwaar te verduren. Dan gaan we hier omhoog. En dan kan ik deze natuurlijk zo omhoog gooien. Even koekeloeren, hoor. Ik kan natuurlijk hier ook even... Hoppakee. Ik kan alleen niet springen als ik die hamer heb. Dat is nog even een dingetje. Dus dan gaan we maar gewoon even zo chillen. En dan... En dan lekker door. Ja hoor. Volgende mini Mario. Er zit een lekker tempootje in hoor. Hey. Let's go, wereld 6. Althans, wereld 1, level 6. Daar steekt Donkey Kong zijn kopje er weer bovenuit. De handstandsprong. Naar beneden en aan en dan springen. Oei. Oh ja, kijk, oké, dat gaat wel soepel. Dat is lekker. Dan kunnen we zo omhoog. Wat is dit? Dubbele handstandsprong. En dan nog een keer door. Ja, zo, oké, lekker. Wat is dat voor blok daaronder, joh? Holy macaroni, man. Oké, dan heb ik die knop ingedrukt. Dan nu kan ik hier dit cadeautje pakken. Gaan we nu de rode indrukken, denk ik. Ja, dan kunnen we weer verder. Shit, dat blokken ding is boos, man. Tijdens een handstand kunnen vallende voorwerpen je niet delen. Oké, dat is top. Dan ga ik gewoon zo lopen. La 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 la. Gaan we bovenlangs? We gaan zeker bovenlangs. Die indrukken. En die indrukken. En dan hoop ik er overheen te springen. Yes! Lekker. Oké, dus. Lekker op de handstand zo. Achterwaartse salto. Ja, dus dan moet je rennen en dan sliden en dan kan je achterwaarts springen. Oké, cool. Dat kan ik. Dat deed ik namelijk net ook al een paar keer. Zo. En dan... Oei. En dan... Oei. Doei. Hier bovenop. Deze naar beneden. Op, ze vlots. Even kijken. Zo. Oh, maar wacht even. Ik wil natuurlijk niet... nog de Mario pakken. Oh, maar we kunnen gewoon zo langs de Mario. Want we moeten hier natuurlijk gewoon op X of Y drukken om de Mario te pakken. Ik dacht even dat hij hem automatisch ging pakken, maar dat doet hij natuurlijk niet. Lekker, man! En gaan nu dan de bonus levels open? Of de speciale levels? Ik ben wel even benieuwd. Hier staat een uppie. Betekent dat gewoon dat er een uppie verstopt is, of is dat meer? Kijk, zie je? Er is een kistje hier nu. Oh, dit is nu een bonus level of zo. Oké, dus we moeten gewoon de uppies nu gaan pakken, denk ik. Zo, 2. Hier is nummer 3. Zo. En dan nu moet ik de sleutel gaan pakken. Kijk, ik moet het patroon van de sleutel gaan herkennen. Die komt als het goed is gewoon hier langs. Kom dan. Ja, kijk. Hotse flots. Lekker. Oké, dus er komen bonus levels ook gewoon. En dan kan je flink wat uppies verdienen. Lekker, man. Volgens mij hadden we een stuk of 8 of zo. Dan gaan we nu door naar dit spannende level. Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? De toads komen met een kist aan. Met, wat is het? Toyblokjes. Dan moeten we nu dus de toyblokjes gaan vinden. En ze komen me allemaal helpen, die gasten. Leid de mini Mario's naar de letterblokken. Oh, de mini Mario's die pakken die op. Oké, kan ik hieronder... ik kan wel bukken, maar ik kan niet bukken en lopen. Hoe gaan we dat doen? Ik heb... Oh, oké, ze lopen onderlangs mee. En dan willen ze springen. Oké, dan springen jullie daarop. Ja, en dan... Kom maar hierop. Ja, zo. Kom maar allemaal. Ja, lekker bezig, gasten. Lekker bezig. Oké, dan ga ik hier bovenlangs. Ja, dan kunnen jullie daar onderlangs. Gaan jullie ook pakken? Lekker, man. Dan maak ik nu de weg open voor jullie. Kunnen jullie ook de ei pakken? Ja! Yeah! Basis hoor. Lekker! Wee!
En zo hebben we alle toys weer verzameld. En dan denk ik dat we nu af moeten gaan rekenen, hè? Met Donkey Konkie. We hebben gewoon dit ook weer perfect gedaan. Dat voelt wel goed, hoor. Lekker alles perfect score halen. Ja, daar is die. Donkey freaking Konkie, die zit daar aan de knoppen. Ik moet ervoor zorgen dat we deze tonnen op zijn bakkes gaan gooien. En hij wil natuurlijk deze rode weghalen. Wat ziek idee. Dat is de eerste op je hoofd, vriend. Oké, wat ga je doen? Je trekt ergens aan. Je laat de dingen naar beneden vallen. Oké, blauw. Ja. Kijk, hij speelt voor DJ, hè? Hij denkt dat hij DJ is. Wat ziek idee. Kom maar, ik ben er weer. Ik ben er weer. Hoppakee. Op je bakkeroni. Oké, nu moet ik even uitkijken dat ik niks op mijn hoofd krijg. Oké, dat is gefixt. Ja, lekker. Ja, Donkey. Je hebt verloren, vriend. Hoppakee. Easy. Lekker, man. Ja, dan kun je boos gaan doen. Maar ik heb je wel te pakken. Oh, hij neemt alleen wel alle speelgoedjes mee. Ja, hoe vind je zelf dat het gaat, Donkey? Nog niet zo goed, hè? Je kan wel een speelgoed stelen, maar ik speel het gewoon, steel het gewoon terug van je, hè? Gewoon met perfect alles. Lekker, man. Mario speelgoedfabriek voltooid. Kijk hem rennen. Hij rent door naar de Donkey Kong Jungle. Dit is de volgende wereld waar we hem moeten gaan zien te verslaan. Alle speelgoedjes weer te fixen. Ja hoor, lekker doorrennen, Mario. Dat gaan we natuurlijk doen in de volgende video. Dan staan er weer een hoop leveltjes klaar. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat wil zien. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!